kwam met zijn eerste ruimteschip. En ik blijf het iets bijzonders vinden, zo'n ruimteschip. Maar Harry Wegelaar, welkom. Jij vindt het helemaal niet zo bijzonder, hè, ruimteschip? Nee, want eigenlijk bestaat het hele heelal eigenlijk al uit ruimteschepen. Dus, het hele heelal bestaat uit ruimteschepen? Maar eigenlijk in het klein, in de microcosmos. Er zitten natuurlijk de atomen, dat kent iedereen. Ja, ons hele lijf bestaat uit bestaat atomen. Uit atomen, alle materie bestaat uit atomen. Ja. En ik denk dat het atomen uit ruimteschepen bestaan. Atomen zijn ruimteschepen? Ja, atomen bestaan uit ruimteschepen. Dus eigenlijk in de microcosmos zit een hogere cultuur van microwezens. En die hebben ons lichaam gebouwd. Die hebben alle evolutie op aarde gebouwd. En dat is eigenlijk een goddelijke macht die in de microcosmos ons bestuurt... en ons gebouwd heeft. Wacht even, Harry. Mijn lichaam bestaat dus uit allemaal ruimteschepen. Ja. Die worden bestuurd door allemaal kleine ruimtemannetjes? Ja, door microwezens. Ja, door intelligente, hoogintelligente wezens. Vind het één. Moet ik er bang voor zijn? Nee, want je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Want alles wat wij doen, wordt door hun bestuurd. Ja, dat vind ik niet zo'n prettig idee. Ik dacht dat ik gewoon zelf heen en weer liep en alles deed. Ja, ze hebben jou gemaakt. Dus alles wat jij doet, wordt door hun bestuurd. Dus, maar wat is dan de rol van mijn vader en moeder geweest? Ja, ook. Ja. Nou, je zaadcel en het eicel, waar je uit vandaan gekomen bent, bestaat ook uit microwezens. Bestaat ook uit ruimteschepen. Ik snap er geen moe van, maar nee. Kijk, je hebt het hier op papier, en dat kunnen we op elkaar zien. Leg het dan even uit. Nou, ik heb hier een ruimteschip getekend. Dit is een atoom als ruimteschip. Die ruimte, in die ruimteschepen worden ruimtewezens, dus hogere wezens. Die zitten dus in je lichaam. Ja. En wij gaan in de toekomst gaan wij ook zelf het hele al voorbouwen met ruimteschepen. Dus wat wij in de toekomst gaan doen, bestaat eigenlijk al in de microcosmos. Het wordt een herhaling van de wereld in klein. Het is een beetje kinderachtig dit, getekend. Nee. Ja, maar dat is voor de mensen. Ik ben niet kinderachtig. Nee, maar de mensen hebben eigenlijk... ik vind dit een beetje kinderachtig getekend. Maar dat is bewust? Ja, dat is bewust eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk ook heel eenvoudig. Ik snap er geen moe van, man. Nee. Maar als ik het samenvat. Jij zegt dus, mijn lichaam bestaat dus allemaal uit kleine ruimteschepen met wezentjes. Ja. Maar later word ik zelf weer, ga ik in een ruimteschip? Ja, wij worden later zelf ook hogere wezens. We hebben een evolutie nog in de toekomst. Dus wij gaan later in ruimteschepen wonen, in het heelal. En wij worden later zelf microwezens. In het groot, dus intelligente wezens. Ja, hoe komt het dat jij dit allemaal weet en wij allemaal niet? Ja, ik denk dat ik een klein beetje intelligenter ben. Dat is het? Ja, dat is het. Ja. Maar heb je dit doorgekregen? Nou, ik denk uiteindelijk dat het van die microwezens zelf komt. Dus een goddelijke gave om dit te ontdekken. Dus een goddelijke boodschap. Dit is een goddelijke boodschap? Ja, zeker. Je hebt ook daarover de Nieuwe Bijbel geschreven, ja, hè? Ik heb een Nieuwe Bijbel geschreven. Dat zijn, is het Oude en Nieuwe Testament of niet? Nee, dat is het eerste deel van de Nieuwe Bijbel. Eerste deel van de Nieuwe Bijbel. Dat is een enorm pak, want het wordt gedrukt weer daar, hè? Het is nu, dit is de, zeg maar, de drukproef. Nou moet je kijken, dat staat helemaal vol met tekst en tekeningen. En, ja. Maar wat is dan de rol van Jezus nog? Want ik kom ook af en toe de naam Jezus tegen en God. Of wat is de rol van God hierin? Nou, die oude Jezus die is natuurlijk gestorven en ik ben de nieuwe Jezus. Dat vind ik ver gaan, hoor, als je dat zegt. Ja, maar die atoomtheorie die gaat ook heel ver. Wat is de rol van God hierin? Nou, God bestaat dus als een microwezen in de microcosmos. Dus het hele heelal is eigenlijk het levende wezens opgebouwd. Ja. En God is dan de oneindige eenheid van een oneindig aantal levende wezens. Juist. Heb je al volgelingen? Nee, niemand wil dat geloven, dus ik sta er alleen. Want je bent er al heel lang mee bezig, hè? Je bent er al heel lang mee bezig. Vind je dat niet vervelend, dat niemand je wil geloven? Ja, dat doet natuurlijk pijn. Want? Die oude Jezus wilde ze ook niet geloven. Die hebben ze gekruisigd. Ja. En ik ook gekruisigd natuurlijk. Maar er zullen toch mensen zijn die zeggen, Harry, je bent gek? Ja, dat ben ik wel gewend natuurlijk, dat ze zeggen. Maar dat zeggen ze je zit niet in een inrichting of zo. Ik mensen zit niet denken, in gewoon, dat is ook makkelijk iemand die in een inrichting zit. De een zegt dat hij Napoleon is en de ander die zegt hij... Dat het Jezus is. Dat is niet. Jij leeft gewoon hier. Je komt uit Amsterdam, weet ik toevallig. Je hebt gestudeerd ook, geloof ik, hè? Ik heb Hegel gestudeerd, dus een zware filosoof. Ja, ja. Maar stel nou, hè. Over een hele lange tijd blijkt dit hele verhaal van jou niet te kloppen. Nou ja, dus wat dan? Daar zit het heelal niet goed in elkaar, volgens mij. Dat meen je echt? Ja, dat meen ik echt, ja. Daar zit er een foutje in het heelal. Daar zit een foutje in het heelal, want dit is zoals we in elkaar zitten. Ja. Wij zijn ruimteschepen, allemaal bestuurde kleine mannetjes. En in de toekomst zijn wij zelf weer
ruimtewezens die verder het heelal gaan uitbouwen. Ja, ja. Waar eindigt dit verhaal dan? Nee, dat eindigt niet, want het is een oneindig systeem. Het is een oneindige evolutie. Dat gaat maar eeuwig door. Ja. Ik wens je veel met je leven, veel sterkte met het verspreiden van deze levenstaak. Want zo zie je het, hè, om dit te verspreiden. Ja, dit is een levenstaak. Dank voor je uitleg. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Kan het nou als ruimteschip vliegen? Nou, het probeert is. Als het mislukt, dan moet jij hier verklaren dat je theorie niet klopt. Dan zal ik zeggen dat de theorie niet klopt. Dus als ik niet kan vliegen, hè? Ja, vertel hoor. Ah, goed. Ik ben zwaar hoor. Jullie vangen me echt op. Nu trek je theorie maar niet terug. Ga nog een paar keer op dames springen.